welkom bij Word on the Street. We zijn weer back. Ik ben nog steeds Anita en ik ben de one and only Ganyen. Dat is goed. Okay. Hey guys, ik ben Oemu. Ik ben Sarah Leeuws en ik ben de YouTuber vloggers, dus check mijn channel out. Hallo allemaal, ik ben Erika. Ik ben ook een YouTuber. Check mijn vlog uit en ik kom uit Burundi. Yes. Hallo allemaal, ik ben Fadili en ik ben ook Burundees. Hey. Ja, hallo allemaal, ik ben Review en ik ben ook in Burundees. Sorry dames. En ik ben ook gewoon een soort YouTuber. En volg onze channel gewoon, dat is het eigenlijk. Laten we de show beginnen. Yes. Oké. Okay. Ja, net hebben we die gesprek gaan begeleiden. Dat is fijn dat je dat niet even zegt. Ja, gewoon meteen standaard. Zo, zomer is begonnen, festivals komen eraan. Zijn er nog festivals waar jullie naartoe gaan? Yes. Zeker. Kwaku. Kwaku. Letter E. Wat is een Kwaku? Wat is dat serieus? Wat voor festival? Weet je dat niet? Nee, ik weet dat niet. Nooit geweest. Misschien zijn er mensen die ook niet weten, dus misschien kun je uitleggen wat voor soort festival het is en zo. Nee, ik ben maar één keer geweest. Het is als goed is een Surinaams festival, maar je hebt zeg maar op Kwaku allemaal verschillende tentjes. Dus je hebt Ghanese tent, Sierra Leeuwse tent, Burundese tent. Dus dan met allemaal muziek. Staan we niet daar ook? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik check mijn eigen tent! I know Sierra Leeuwse tent is daar, Ghanese tent is daar, Nigeriaanse tent. Dus het is gewoon een... allemaal tentjes met muziek en dan kan je langs dansen, eten. Okay. En dan komen optreden soms en dan kan je gewoon... Okay. En hoe lang duurt het toch weer? 4 weekenden achter elkaar, dus 1 maand. Ja. Heftig. Nog meer festivals die uitkijken? Latin Village. Latin Village? Ja. Alleen Latina's neem ik aan toch? Of Nee. Wat voor soort muziek? Ja, maar even serieus. Je hebt van alles. Je hebt van alles. Ik probeer een gesprek van te maken. Ja, maar niet iedereen weet dat. Niet iedereen weet dat. Misschien. Maar het is niet alleen gericht op Latin. Nee. Het is ook niet alleen op Latin. Nee, maar het is gewoon van allerlei soorten muziek. Oké. Ja, vunzige deuntjes ook. Ook afro-losjes. Afro-losjes, meisjes blijven meisjes, Bloemendaal. Encore. Hoe haal je yes. Damscope, pull up daar sowieso. Enkel. Ja. Wat? Wat? Ja. Nou, ik zag ook wat. Zeg gewoon ja. Nee, je zei iets met pull up game. Nee, ik wou de dames komen. Pause. Oh my god. Dames komen pull up. Ja, pull up game. Nee, oké, Enkel is toch Amsterdam, Damscope. Damscope, pull up. Niet pull-out, maar pull-out. Nee, ik hoorde dames komen pull-out. Ik dacht, hè? Hey, God. Oké. Get it. Ja, oké. Hij zweet ervan. We blijven koud, we blijven rustig. Oké. Okay. Oh my god. Oké, nog meer festivals even kijken. Sowieso, Rotterdam, zomercarnaval, classic. Oh ja, classic one. Elke jaar geschoten, maar wij zijn daar. We zijn daar. Elk jaar standaard. Jij bent daar, ik ben daar niet. Ja, man. Nee. Ik ben er ook, maar ik heb nog nooit meegemaakt. Ik heb het ook gehoord dat er elke jaar. Ja, waar zit jij dan? Maar vorig jaar was het afgelast, toch? Ja, volgens mij zoiets. Oké, maar ik vraag me. Nee. Niet? Het ging door, maar er was wel geschoten. Het ging door in de regen en zo. Echt? Dus we waren daar gewoon, man. Oh. Dus er werd geschoten, hij weet het niet. En ja, hij was daar, leg uit, Anita. Ja. Waarvan komt dit? Ik sta altijd gewoon bij die ghetto groep, je weet toch? Dus misschien wordt er daar altijd geschoten, Donald. Maar dan weet hij toch ook dat hij daar is? Ik heb nog nooit gehoord dat hij geschoten. Nooit! Nee, ik hoorde wel weer. Dat is hij! Oké, Ghetto groepjes. Guys, laat me weten, wordt het daar wel geschoten of niet? Ja, laat het in de comments weten. Maar misschien een vraag naar jullie, wat maakt nou een goede festival? Muziek. Goede line-up. Goede line-up. Ja. Maar hebben jullie niet dat er bij elke festival wel dezelfde mensen komen? Tuurlijk. Ja, maar ja. Is dat raar? Ja. Hoezo? Wil je nieuwkomers? Ja, ik wil gewoon wat diversiteit. Dat je één keer denkt van, hé, deze is anders, er komen andere mensen. Wil jij daarop? Wat? Wil jij? Dat kan wel. Ja. Maar bedoel je diversiteit in artiest of in muziekgenre? Want
festival kijken wel welke muziekgenre aan is. Ja, dat wel. Dus daarom heb je ook soms. Dus ja, je gaat gewoon naar wat jij luistert. Dus. Ja, klopt, dat is zo. Dus vandaar. Okay, ja, maar dus, ik denk dat per persoon sowieso anders. Dat ligt er ook een beetje aan met wie je bent en wat voor muziek gedraaid worden en mm-hmm. hoe de vibe daar is. Maar bijvoorbeeld ook Wooha of zo. Ja, Wooha. Ja. Daar kwamen heel veel verschillende Amerikaanse artiesten ook. Ja. Ja. Dus dat trekt mij ook meer aan, ja, snap je? Ja. Oké, okay, ja, dus leuke festival. Waar kijk je nog meer naar uit in de zomer? Misschien, ja, ik weet niet, films of zo? Of, weet ik veel. Is er nog meer dingen waar we naar uitkijken? Ik zag wel The Purge. Een nieuwe versie van The Purge. Serieus, ja? Weer een nieuwe? Tuurlijk, ja. The Purge. Komt donderdag uit, The Purge. Dit is donderdag? Ja. Welke datum is dat? 5 juli. Ja. 5 juli. Oké. Okay. Like Purge. Ken je dat niet? Ken je dat niet? Purge is wanneer mensen op een dag gewoon iedereen toestemming krijgen. Zonder straftoon. Dan moet je echt kijken. Ja, het is wel met meer Amerikaanse dingen. Horror. Ja. Ja, maar ik hou niet van horror. Ik kijk ook. Maar het is niet heel eng. Zo eng is het niet. Zo eng is het. Het is meer thriller. Ja. Ja. Oké. Ja man, nice. En nog meer dingen, waarom zijn jullie zo... Weekendje weg. Weekendje weg. Weg. Dat zijn persoonlijke dingen. Ja, maar wat zijn de top vakantiebestemmingen voor jullie? Oh god. Wat Bali, Santorini, Ibiza, Dubai. En sowieso Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, ook mooi. Madagaskar lijkt me ook mooi. Malediven lijkt me nice. Als we dichterbij gaan kijken, Frankrijk. Zuid-Italië. Je bent reiziger. Geen eentje. Welke? Waar ga je ook alweer naartoe? En België! Hey god! Die bedoel ik al uit haar hart! Ik kan echt uit haar hart gewoon... België! Shout-out naar Brussel, man. Ja, man. Wow. Serieuze hotels daar, bro. België. Top represent. Maar voor de rest dan, welke andere bestemming van denken van ja, het is die game is echt vind jij nice? Afrika man, ik ga altijd naar Afrika. Mijn land Burundi sowieso vind ik nice. Misschien omdat ik daar vandaan kom. En afgelopen tijd ben ik ook op Curaçao geweest. Caribbean is ook aanrader voor iedereen. Sorry, als je money hebt, gewoon gaan. Het is een mooi strand en... leven is gewoon mooi daar. Ja, man. Oh, en voor de rest, ja, Europa. Ik denk in Griekenland of zo. Griekenland. Ja, man. Griekenland, Malta, Montenegro, Portugal. Allemaal mooie Portugal dingen. Hoor ik dat goede dingen wil, ja. Maar ik ben ook niet geweest. Zij is echt heel heftig. Waar, Portugal? Ja, mooie meiden, mooi. Lissabon. Mooie meiden, mooie vrouwen. Porto is ook mooi. Ben je lesbisch? Zo mooie cowboy mannen, heel leuk! Ik denk dat ook een vriend wil, toch mooie vrouwen. Niet eens mooie mannen, ik keek naar de vrouwen. Je keek alleen naar vrouwen. Oké, okay, Erika, wat is jouw... Hetzelfde wat hij zei, ik vind Bruni sowieso een toppe stemming. Here we go. Pardon, excuse me. Nee, Bruni sowieso, en ik wil ook één keer weer naar Tanzania. Ja, maar, oh, ja. Zanzibar. Ja, ja. Ja, man. Ja, Zanzibar. Zanzibar. Heel mooi. En Ghana! Dubai, Ghana! Dubai! Ben je daar geweest? Ja. Waar precies? Gewoon. Downtown Dubai. Monitor! Monitor! Waar is mooi in Ghana? Waar in Ghana moet je zijn? Als je weet naar Ghana ik niet, bent. Ik ben nog niet geweest. Dus. Oh, je bent nog niet geweest? Nee. Okay. Maar waar is mooi in Dubai? Laten we daar in Dubai, waar ben je aan ik geweest? Ik denk dat overal Dubai, gewoon Dubai algemeen is mooi. Maar zit waar dat ze ook zeggen dat Dubai ook geen eigen volk heeft? Dat je alleen maar toeristen eigenlijk daar tegenkomt? Nee, totaal niet. Nee? Overal waar je naartoe gaat zie je alleen hun soort mensen eigenlijk. En wat moet je echt doen als je naar Dubai gaat? Wat raad je aan? Woestijn. Met kamelen ofzo? Woestijn, ja, kamelen en Quatre de mall. Moet je sowieso bezoeken. Mm-hmm. En die hotel, hoe heet die Khalifa? Burj Khalifa, ja. Ik ben daar niet in geweest. Ik vond het niet interessant, maar that's me. Okay. Maar ik heb gehoord dat je €150 moet betalen daar binnen te komen. Wat? Zo weinig? Nee. Maar ik ben, kijk, maar ik ben, gehoord. Nee, ik moest €35 betalen. Ja. Hoeveel? €35. Om alleen naar binnen te gaan? Ja. En daar heb je nog niks gezien? Nee, ik moest alleen €35. Om alleen binnen te gaan gewoon? Ja.
Maar is ook echt de meest bekende. Ja, zeker. Ja, echt populaire, ja. Okay. Maar misschien was het van mij korting omdat ik met school was. Ik denk was. Zo, want ik ken iemand die. Ging met school erbij. Yeah. Oh, nice. Over school doe je dat? Dat was hotelschool. Gelijk ook. Hotelschool, dus maar we waren met school gegaan, maar het was 35 euro maar of zo. Oh, nice. En voor jou? Voor mij gewoon, zeg ik eerlijk. Spanje sowieso is goeie. Ja, Spanje sowieso, man. En zo waren Spanje, komen niet meer bij Spanje. Nou, kijk. Ik vind Spanje best standaard. Iedereen gewoon altijd Spanje. Ja. Het is gewoon zo. Ja. Ik weet niet, maar. Sowieso Italië is ook iets, eerlijk gezegd, voor mij. Italië heeft echt. Nou, oké, dit is een hele mooie. Kijk, ik heb een vraag aan jullie. Wat is de mooiste vakantiebestemming in Europa, volgens jullie? In Europa, ja. Malta. Wat? Malta. Ja, eilandjes. Heel erg historisch. Heel erg eigen. Je ziet maar is het eigenlijk in Europa, ja? Oh mijn god. Nou, maar kijk, hey, heb je geen aandachtskunde van Europa, ja. Oké. Okay. Sorry. Oké, okay, Malta dus. Okay. Ik denk Frankrijk. Ik vind Frankrijk ook leuk. En ik zeg eerlijk, je zegt Malta is heel eigen, maar ik vind Brussel ook heel historisch en heel niet. Jawel. Oh, ik wou zeggen, je keek me echt zo aan van, huh? Maar ik vind Brussel ook heel mooi qua historisch en ja. En Frankrijk is gewoon top. Is dat aan, man? Ja, Erik ook? Ik denk ook Frankrijk. Yeah. Denk je Frankrijk? Ja. Yeah. Ik weet niet, man. Ik ken niet zoveel landen uit Europa. Ik ga altijd overseas. Yeah. Ik ga altijd of Zuid-Amerika of Afrika. Ja, we moeten één keer hierop terugkomen, denk ik, man. Want Frankrijk. Ja. Niet? Maar het is wel mooi hoor, Frankrijk. Het is wel mooi, ja. Ja. Maar je hebt ook verschillende plekken in Frankrijk. Ja. 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 Ja.